Cryptomunten, hoe gevaarlijk is de wildgroei? Dit is DFT vandaag. Door de Bitcoin-hype is er een enorme wildgroei aan cryptomunten ontstaan. Soms is onduidelijk wie erachter zit en hoe beleggers er geld aan verdienen. In de studio Daan Kleijman van platform BitTonic. Daan, welkom. Om even meteen het voorbeeld te illustreren. Vandaag is Kodak. Die komt ook met een eigen munt. U weet wat, de oude kant-en-klare camera's moet ik ze noemen. Ja, hoe kijk jij naar dat soort munten? Ja, ik vind het vaak heel discutabel. En misschien is Kodak het Kodak-momentje niet vergeten. Dus willen ze daarom de boot niet missen. Maar volgens mij is dat een... voor heel veel partijen is het een makkelijke manier om geld bij elkaar te krijgen. Marketing? Zeker. Vrijwel alles is volledige marketing gebaseerd. Dus... En dat is niet waarvoor de munten ooit officieel bedoeld waren. Want als we nu even kijken, hoeveel munten zijn er nu? Ik heb geen idee. Dat is echt niet eens meer bij te houden. Dat is, heb je het dan echt over elke week komen er weer een paar bij? Of, Je ziet volgens mij heel erg de altcoins en ICO's. Dat daar een soort verschil tussen zit. ICO's worden gebouwd op Ethereum, wat sowieso al... Gaat nu heel hard, hè? ICO's worden gebouwd op Ethereum. Wat bedoel je daarmee? Dus Ethereum is dus ook zo'n protocol. En ICO's is een soort van crowdfunding manier. Volgens mij was dat Kodak ook weer een ICO. Ja? Ik las laatst dat Telegram dat ook ging doen. En ik vraag me echt af wie nou daar geld aan verdient. En wie erin investeert en hoe ze daar hun geld ook weer in terugkrijgen. Zeg maar. Dus dat, want als we daar even dieper op ingaan. Van, hoe wordt er dan eigenlijk geld verdiend aan die munten? Ja, dat is dus vooral speculatief. En als je kijkt naar Bitcoin. Bitcoin heeft echt een toegevoegde waarde. En ik vraag me af of die altcoins of daar überhaupt een toegevoegde waarde in. Sommige zijn heel interessant experimenteel, technisch gezien. Dat is wel echt experimenteel. Dus waarom hebben ze überhaupt waarde? Dat vind ik best wel gevaarlijk eigenlijk. Er zit een gedachte achter, maar die heeft zich nog helemaal niet bewezen. Die heeft zich nog helemaal niet bewezen. En soms zijn er... Kijk, heel veel altcoins, wat die sowieso, vind ik, verkeerd doen... is dat ze inleveren op veiligheid. Ja. En Bitcoin is gewoon het allerveiligste protocol wat er bestaat... op dit moment in die markt. Ja. En inleveren op veiligheid, en waar een protocol gaat over het overdragen van waarde en eigendom... En als je daarop veiligheid inlevert, vind ik echt dat is volgens mij niet echt verstandig. Zeg maar. Ja, we gaan zo direct even verder praten over Bitcoin. Maar wat een fenomeen, een naam die nu de afgelopen weken heel veel is doorgekomen, is Ripple. Ja. Dat is een nieuwe coin en die oprichter ervan is meteen, die wordt nu ook een van de rijkste mensen van de wereld genoemd. Maar waar deze techniek ooit bedoeld was, als dat iedereen daar een stukje van deed, is dit een partij die het eigenlijk bijna als een soort bank heel centraal regelt. Hè? Dat is dus nu ook iets wat in die liberale wereld van de coins is nu opeens, heb je ook nu dominante spelers. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik vind dat Ripple, ik begrijp niet zeg maar waar die waarde vandaan komt. Ik begrijp op zich wel dat sommige dingen die centraal geregeld zijn, ook met deze techniek wat efficiënter zijn. Bitcoin is wat dat betreft, als het vergelijkt met Bitcoin, wat inefficiënter en wat logger. Ja. Daar wordt aan gewerkt. Als je vergelijkt met Ripple, zeg maar. Ja, als je vergelijkt met Ripple. En het is, mijn inziens, ook discutabel dat er een paar mensen zijn die zoveel van de voorraad hebben. En ook kunnen bepalen wat er met de voorraad überhaupt gebeurt. Ja. En dat die opeens zo rijk zijn, dat is volgens mij, ja, als ze alles verkopen, waar is dan nog de waarde van die munt überhaupt gebleven? Die zal naar nul gaan. Ja, want als je het een beetje vergelijkt met Bitcoin, dan is er vooraf bepaald, er komen ooit zoveel Bitcoins en dan houdt het op, dan houdt er formule op. Maar die mensen achter Ripple, die kunnen gewoon een eindeloze voorraad misschien wel erin dumpen. Ja, ja. En volgens mij is het een techniek die veel gebruikt wordt door banken. Maar die gebruiken dan het protocol. En die zullen daar dat protocol dan met elkaar gebruiken. Maar die XRP-token, die nu hoog staat, die is helemaal niet nodig daarvoor. Dus ik snap die connectie niet zo. Mijn inzicht is een hype. Ja, maar leg dan heel even nog aan niet iedereen niet begrijpt dat die banken gebruiken het protocol dan eventueel wel. Wat bedoel je daar nou mee? Nou, ze kunnen dat wel gebruiken om waarde naar elkaar door te sturen. Ja. Dus je zou er een euro kunnen creëren op dat protocol en die euro heen en weer sturen van bank naar bank. En dat gebeurt nu ook, maar dat is eigenlijk door Swift. Hè. Swift is een partij die dat nu doet. Nou, dat kan wellicht beter. Eigenlijk Swift, dat is voor het internationale betalingsverkeer. Dat gebruiken we eigenlijk allemaal. Dat we dat, de banken gebruiken dat allemaal. Ja. En dit zou efficiënter en beter kunnen zijn.
Maar dan is die munt niet nodig eigenlijk. Maar die munt is dan, ja, je creëert een eigen munt tussen die banken zelf. En deze is dan, ja, die staat er eigenlijk los van. Die is niet eraan gekoppeld. Dus ik vind het een bijzondere ontwikkeling. Laten we even naar jouw core business gaan, de Bitcoin. Je zei het net al, waarom is die munt zo superieur? Nou, ik denk dat het Bitcoin technisch een aantal kwaliteiten heeft die anderen zeker niet hebben. Ten eerste is de langst bestaande munt. Het heeft in de luwte kunnen ontwikkelen en daardoor ook zeg maar problemen die er waren ook beter kunnen oplossen. Daarnaast zijn de mensen die eraan werken, de wetenschappers, de developers, die zijn van wereldklasse. Ja. En, alleen we weten, er is een Japanse naam. Ja. Waarvan men zegt, dat is de bedenker van Bitcoin. Ja. Maar niemand weet wie die man is. Nee, en misschien ook, is het wel helemaal geen man. Ja. Is een vraag. Nee, het zou ook een groep kunnen zijn. Het zou een overheid kunnen zijn, dat weten we niet. De kwaliteit daar weer van is, is dat omdat we het niet weten, is er geen religie aan verbonden, er is geen overheid aan verbonden, er is geen land aan verbonden. Het is waardevrij. Ja. En een geldsysteem wat decentraal is, moet waardevrij zijn. Want anders krijg je stakeholders die hun agenda gaan doordrukken. En dat is nou net wat we niet meer willen. Nee, nu is het gewoon wat de gek ervoor geeft. En dat is heel veel op dit moment. Nou ja, dat is relatief, dat weet je nooit. Maar in ieder geval een anonieme oprichter of een pseudonieme oprichter... Dat heeft intrinsiek al heel veel waarde. Ja, we hebben even de grafiek in beeld. Hè. We zien Bitcoin heeft medio december een gigantische vlucht genomen... De hele wereld, het was niet uit het nieuws weg te slaan, ook bij ons niet. Maar nu, het lijkt eigenlijk ook meteen een beetje, maar je moet altijd, ja, wat is nou een maand? Je moet ook altijd een beetje denken van, ja, hoe gaat het zich nu verder verlopen in de komende tijd? Is hij een beetje aan zijn maximum geweest? Wat al een krankzinnige hoeveelheid is, hè? Ook al zeg je, dat is relatief. 16.000, 17.000 euro voor een digitale munt. Wat verwacht jij? Ik verwacht dat blijft echt koffiedik kijken. Hè? En ik maak altijd de grap, wat gaat de koers doen? Nou, ik weet zeker dat hij naar rechts gaat. We weten het gewoon niet. Nee. En het is een wereldwijde munt, hè? Een transactiesysteem gebaseerd op wiskunde. Dat heeft sowieso al enorm veel waarde. En de krachten die meespelen in de prijsontwikkeling, ja, die zijn... ondoorzichtig. Hè. Kijk naar de oliemarkt. Hoe spelen die krachten mee? Ik denk dat moeilijk te voorspellen is. Maar wat wel zo is, is dat de vraag natuurlijk stijgt, waardoor je ziet dat de prijs ook stijgt. En wellicht kan dat te maken hebben met de instabiliteit van een land, monetair gezien. Of een soort store of value. Hè, dat mensen denken van, ik bewaar mijn geld in bitcoin in plaats van in euro, want daar krijg ik geen rente meer op. Ja. Er zijn allemaal factoren die mee kunnen spelen waarom deze munt überhaupt waarde krijgt. En omdat die zo wereldwijd is, zijn de krachten groot en zie je ook dat de koersverschillen heel volatiel zijn. En dat zullen we nog altijd wel blijven zien, denk ik, voorlopig. Jouw bedrijf, Bitonic, of althans, ik weet niet eens of jij echt de eigenaar bent, maar Bitonic, daar ben jij van. Wat is jullie service precies? Nou, wij zijn eigenlijk echt begonnen als een wisselkantoor. Dus uit onze voorraad kan je bitcoins kopen. Wij houden tegoeden aan op beurzen, internationale beurzen. En op het moment dat je bij ons een order inschiet, dan zetten we de prijs vast. En dan kan je daar, dan doen wij direct een order naar een beurs. Dus dat is eigenlijk onze echte core business. Daarnaast hebben we ook een exchange ontwikkeld, een beurs zelf. En dan kun je dus daar ook echt je tegoeden en je bitcoins zelf aanhouden. Dat is eigenlijk meer gericht op de professionele traders. Ja, maar je hebt nu meerdere handelsplatformen. Maar doen jullie alleen de bitcoin of hebben jullie nu ook nog munten naast, de zogenaamde altcoins? Nou, wij hebben met ons handelsplatform hebben wij bitcoin en litecoin. Litecoin omdat dat ook redelijk lang bestaat al en enigszins een sterke developers community heeft. Maar wij zijn nog steeds wel heel erg van mening dat Bitcoin superieur is daar. Okay. Ja. Als we even kijken naar op dit moment de markt, het alles staat in het rood. En wat je net zei, we weten eigenlijk de wetmatigheden daar eigenlijk nog niet zo heel erg van. En dat is eigenlijk ook een beetje eng. Hè? Inderdaad, wat jij zegt, je zou maar in een instabiel land wonen en je wil even je kapitaal veiligstellen, maar... Je weet niet wat voor krachten er van invloed. Mm. Het kan gehackt worden. Hoe kijk je daarnaar? Ja, nee, goed. Wat dat betreft, wij leven hier in Europa en in Nederland in
relatief heel stabiel land. Behalve Ethereum hoor ik op mijn oor van de regisseur, want die gaat wel eens een speer. Ja, dat klopt. Dat geldt terzijde. Maar als je in Venezuela woont, dan ben jij niet anders gewend dan dat jouw munt in een nachtje slapen gehalveerd of nog erger. Dus volgens mij is het een hedge tegen dat soort munten vrij stabiel. Maar ik zou niet adviseren om je spaargeld erin te steken. En zeker niet geld wat je niet kan missen. Want het kan inderdaad halveren in een nacht. Dat weten we gewoon niet. En dat blijft altijd gewoon een risico. Zeg maar. Afrondend, hè? Bitcoin is een beetje de moeder van de digitale munt. Er zijn dus nu heel veel munten bijgekomen. Wat is de rol van Bitcoin ten opzichte van al die andere munten die er nu zijn? Ja, dat is heel interessant. Ten eerste is het natuurlijk dat het een open source project is. Waardoor iedereen de broncode kan pakken en variabelen kan aanpassen. En dat is eigenlijk een altcoin. Maar dan heb je precies. Maar wat was de vraag ook weer? Nou, ik zei tegen je, Bitcoin is de moeder. Ja. Hè? Ja. Nou ja, ten opzichte van die andere punten. Wat je dus ziet is dat het vaak kopieën zijn. Daar buitengelaten of het überhaupt waarde is, zie je dat als Bitcoin daalt, dat eigenlijk alles daalt en vice versa. Dus het lijkt dat het allemaal op elkaar reageert en dat de waarde ook heel erg zich ontleent aan Bitcoin. Dus ja, wat dat betreft staat het heel erg in contact met elkaar. Ja. Echt mijn allerlaatste vraag nu, want ik zou nog uren met je door willen praten. Waar staan wij als het gaat om het fenomeen blockchain en de munten die erbij horen? Zijn we echt pas aan het begin? Is dit... Nou ja, kijk, ik zou zeggen, technisch gezien, Bitcoin staat nog voor veel uitdagingen. En die moeten ook nog wel echt overwonnen worden. Wat ik al zei, hè, daar werken wereldklasse developers en wetenschappers aan. Dus dat, weet je, daar kan je redelijk op vertrouwen. Maar ja, het zijn nog wel uitdagingen en er zullen nog krachten komen die wij niet aanzien komen. Dus wat dat betreft, technisch gezien is het echt waanzinnig interessant en is het een revolutie. Vooral Bitcoin. En waar het heen gaat, ja, dat vind ik wel echt moeilijk om te voorspellen. Volgende keer als je komt, neem je kristallenbol mee. Hè? Die heb ik thuis gelaten. Hey, Daan Kleijman van de Bitonic, bedankt voor je komst naar de studio. Ja. En tot zover DFT vandaag.